De grote groene sabelsprinkhaan. Daar gaat het in deze film vooral over. En over het feit dat ze kunnen zingen. Nou ja, zingen, het is meer een soort doordringend gezoem. Het zijn grote sprinkhanen. Ze hebben vleugels, die steken een eind achter hun achterlijf uit. En dan kunnen ze wel 6 tot 8 centimeter lang zijn. Ze kunnen klauteren, maar ze kunnen ook springen. En dan zetten ze zich af met die enorme achterpoten. Dus kijken van de spieren. En aan hun voorpoten zitten dorens. Daarmee kunnen ze prooidieren, vooral andere insecten, kunnen ze pakken. En dan kunnen ze ook vliegen, ze hebben vleugels. Kunnen ze wel 10 meter vliegen. En dit is er eentje, die zien we. De schaduw aan de onderkant van het blad. Je ziet ook zijn sprieten aan de kop. Want ze hebben lange sprieten. En een indrukwekkende kop. Soms zie je zelfs een overblijfsel van zo'n kop tussen de vegetatie hangen. Mooi masker. Met gevaarlijke kaken. We zien deze jonkies. Dat zijn nimfen. Die zien er heel wat leuker uit. Ze hebben al lange sprieten, zoals dit beestje in een boterbloem. Dit is een struiksprinkhaan, die is veel kleiner dan de grote groene sabelsprinkhaan. En het is een vrouwtje, want ze heeft een sabel of zwaard. Deze is gekromd en dat is in feite een legboor. Het is geen angel of zo, ze kunnen er niet mee steken. Ze leggen er eitjes mee. En dit is de legboor van de grote groene sabelsprinkhaan. Dat is een langgerekt soort zwaard. Maar de mannetjes, dit is een mannetje, die hebben niet zo'n zwaard. Maar dat zijn wel de lawaaimakers. Dat zijn de jongens die zingen. Die sjirpen. Striduleren heet dat. En dat kunnen ze flink hard doen. En hoe doen ze dat? Nou, dat doen ze met hun vleugels. Ze hebben 2 paar vleugels. En de voorste vleugelpaar, vlak achter de kop, daar maken ze het geluid mee. Zo'n kleine struiksprinkhaan, die kan ook geluid maken, maar die maakt hele hoge tonen, die hoor je haast niet. Die heeft ook hele kleine vleugelstompjes. Maar deze beesten hebben grote vleugels. En die vleugels is ook een soort klankkast, die versterken het geluid. En hier zie je al behoorlijk goed hoe die vleugels net achter de kop over elkaar bewegen. Er zitten tandjes op. Eén is een soort rasp, het andere wordt wel plectrum genoemd. Een muziekinstrument. En in slow motion is die beweging beter te zien. Nimfen die hebben nog geen vleugels, die kunnen nog geen geluiden maken. Maar de volwassen beesten die gaan wat hoger zitten. Hoger op de vegetatie en daar gaan ze zo de vrouwtjes proberen te lokken met hun geluiden, hun doordringende geluiden. En de vrouwtjes die kunnen dat horen, die hebben oren in hun poten. Net onder de knieën, daar zit een soort trommelvlies. In slow motion is goed te zien hoe die vleugels net achter de kop over elkaar wrijven.